Mijn droom gaat eindelijk uitkomen. Ik ga 24 uur overleven in een gamehal. Ja! Gelooft hier iemand? Jullie geloven dit nooit. Er is ingebroken terwijl wij hier zijn. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En wat super tof dat je deze video hebt aangeklikt. Ben je nieuw op mijn kanaal? Zorg dat je hier beneden eventjes checkt of je al op de abonneerbutton hebt gedrukt. En zo niet, doe dat even en druk gelijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Want ik ben echt mega excited. Mijn droom gaat eindelijk uitkomen. Ik ga 24 uur overleven in een gamehal. Oh my god, ik ben zo excited. Hebben jullie hier nou ook heel erg veel zin in? Doe dan eventjes dat duimpje omhoog. Ik ga met jullie afspreken dat we bij de 25.000 duimpjes weer een 24 uur challenge gaan doen. En wat gaan we deze keer doen? Ik ga gewoon 24 uur overleven op een skateboard. Ja jongens, op een skateboard. En omdat deze video geheel in het teken staat van games, heb ik ook een toepasselijke vraag voor jullie, wat ook een soort spel gaat worden. Hoeveel likes heeft deze video nu jij op dit moment kijkt? Laat het even weten in de reacties. Iedereen die onder de 20.000 likes nog een reactie achterlaat, daar ga ik zoveel mogelijk hartjes bij uitdelen. Dus ik zou zeggen, schiet op. Ik ben heel benieuwd hoe het er nu aan toe gaat hier beneden in de reacties. Ik ga dus 24 uur overleven in een gamehal. Ik ga er ontbijten, lunchen, avondeten. Ik ga er slapen, onbeperkt lang games spelen. Oh my god. Ik ben al best wel vaak naar de gamehal geweest. En voor de mensen die mij volgen op Instagram, zouden kunnen weten dat ik eigenlijk nooit alleen ga, maar dat ik altijd iemand anders meeneem. Namelijk Dionne. En nu ik heb geregeld dat ik 24 uur naar een gamehal mag, moet ik natuurlijk wel Dionne meevragen. Dus laten we Dionne gaan bellen en vragen of ze met mij mee wil. En kijk eens wie we daar hebben. Dionne, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Wil jij met mij 24 uur gaan overleven in de gamehal? We gaan er eten, we onbeperkt lang gamen, we gaan er slapen, we gaan alles doen wat je maar wil. Oh, hell ja! Betekent dat je nu al je spullen moet gaan pakken en dat ik je zo meteen bij de gamehall zie. Heb je er zin in? Ja. Oké, kom, we gaan onze spullen pakken en we gaan op naar de gamehall. Jongens, ik ben er, Utrecht Centrum. En ik kan je vertellen, dit is de eerste keer, tussen alle omstandigheden, dat ik weer in een stad ben. En ik kan je vertellen, het voelt wel een beetje... Ja, mevrouw, dit is de eerste keer inderdaad. Het voelt nog wel een beetje gek. Wat heb ik zin in de komende 24 uur? Zoals je ziet ben ik goed voorbereid. Ik heb namelijk een koffer vol met eten en kleding en allerlei lekkere dingen. Om deze 24 uur met Dionne te overleven. En hier links achter mij is de gamehall. Hier gaan wij zo meteen 24 uur blijven. Het enige waar ik nog op wacht is Dionne. Kijk eens wie daar aankomt. Onze zuurstok. Helemaal roze. Ik vind het wel jammer, ik wil je een knuffel geven. Maar we houden natuurlijk de 1,5 meter afstand. Hoe vet wordt dit? Ja, serieus. Heel interessant. We zijn er nog maar net. En je laat gelijk het alarm afgaan. Ik heb hier zo enorm veel zin in. Echt een droom. We hebben gewoon 24 uur heel de gamehal voor onszelf. Ben je klaar voor? Dag blauwe lucht, dag zon, dag... Oh my god. Dan normaal. Het zijn allemaal nieuwe dingen. Ik vind het ook nog wel een beetje stil hier, vind je ook niet? Nou, als alles zo uitstaat, dan zou je zomaar kunnen denken dat er een killer clown overal zo. Maar we kunnen er wel verandering in brengen. Wat dan? Zullen we aftellen? Ja. 3, 2, 1, ja! En toen was de game al aan! Kunnen we dit aan? Slapen. Jij mag hier. Ik wil in dat ding liggen. Ik heb 2 pasjes voor ons geregeld. En hiermee kunnen wij onbeperkt hier gaan gamen. Dus eentje is voor jou. En de gouden is natuurlijk voor mij. Ben vooral niet gehaast. We hebben 24 uur de tijd. Is hier net dichtgemaakt. Het enige wat wij hebben is voor nood natuurlijk een nooduitgang. Maar dat betekent dat we hier niet weer weg kunnen. En dat we dus opgesloten zitten in de gamehall. Oh, we zitten ook echt opgesloten. Ja, we zitten echt opgesloten. Kijk, waar wil je beginnen? Hier. Jongens, onze lunch. Wat kiezen we, Dion? Ik ga M&M's lunchen. Oh, we gaan eerst even lunchen. Al met een lege maag kunnen we natuurlijk niet gaan gamen. Dus ik zou zeggen, smakelijk. Onze lunch nog niet helemaal op, maar ik dacht, ach, laten we het gewoon hier neerzetten. Want deze gamehal is toch voor ons, dus we kunnen straks gewoon verder eten. We gaan beginnen met dit spel. Wij gaan vanavond echt alle spelletjes spelen in deze gamehal. Weet je wat ik ook wil? Nou. Ik wil die munten doen, Coin Pusher, die ze ergens ook hebben. Alle tijd, ik zou zeggen. Doe je ding. Ik
Het gaat best goed, het gaat best goed, het gaat best goed. Natuurlijk houden we ook rekening met alle maatregelen, dus ik deze meegenomen, jong. Gooien, gooien, zo snel mogelijk, zo snel. Ik wil meer. Ja, ik heb gewonnen, denk ik. Volgende. Hier valt het kaartje bijna uit. Jongens, ik weet niet wat deze ruimte bij mij doet, maar ik voel me zo'n klein kind ineens. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik eet te veel. Ik wil echt alles tegelijk doen. Maar ik moet diep inademen en uitblazen natuurlijk. Ondertussen is Dionne echt als een gestoorde aan het gamen de hele tijd. Het is zo grappig om te zien. Bonus! Bonus! Oh. Kijk die Dionne dan gaan, hé. Hoeveel heb je wel niet? Nou, zo'n aardig gevoel. Kijk, dit soort dingen heb je als je de gamehall voor jezelf hebt. Vergeet je je tickets mee te nemen. Dit is een van mijn favoriete spelletjes die ik heel graag met Dionne had speel. Dat is ice hockey, jongens. We kunnen dit echt uren spelen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik begin het nu al een beetje benauwd te krijgen van al die geluiden. We moeten hier vanavond gaan slapen, hè? En we zijn nu in de kantine, dus hier is het eventjes wat rustiger. Het is zo meteen etenstijd. En ik wil voor etenstijd er zeker van zijn dat wij een mooie slaapplek hebben. Dus ik dacht, laten wij onze slaapplek vast een beetje gaan creëren voor vanavond. Heb jij luchtbed bij? Ja, zeker. Ik ook. Laten we die gaan oppompen. Ik praat even wat harder met al deze muziek. Wat lastiger te verstaan. Ja? Hè? Wat zeg je? Waar wil je gaan slapen? Midden in de gamesteen. Midden in de gamesteen? Ja. Daar gaan we. Zullen we hier doen bij het spookspel? Kijk hoe eng dit is. Ja, ik vind het wel een beetje zielig hoe klein jouw bed is en hoe groot mijn bed is. Ben je echt te lang voor dit bed? Ja, kijk. Echt heel erg dit. Oh my god. Ik wil me alleen helemaal thuis voelen hier, dus ik heb nog iets meegenomen om me helemaal thuis te voelen. Ik ben zo terug. Nou, de laatste keer dat ik op dit luchtbed sliep was ik 12. Toen lag het prima. Naar die van Thomas kijk denk ik echt fuck my life. Ik ben zielig. Ik kan hier wel op slapen hoor. Maar ik kan Jezus. Die van jou ligt wel lekker. Ja, heel leuk. Mario, probeer mijn bed uit. Ligt echt niet. Ja, die van jou. Ja, die ga ik nog niet aan doen hoor. Ik verwacht dat jij zo meteen ook een leuke outfit hebt. Pas in een goede avondmaaltijd. Wat gaan we sushi eten? We gaan sushi bestellen. De sushi is er over 4 minuten en Dionne is nu naar buiten gelopen via de nooduitgang om de sushi aan te nemen. Ik heb gezegd dat hij bij de gamehall moet worden bezorgd. Waar blijft mijn sushi? Kijk, daar is ze hoor. Ik wil mijn sushi! 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 Ik wil sushi! Wat zie jij er goed uit! Oh, wauw! Unicorn! Daar ben ik echt klaar voor. Maar eerst sushi. Lumpia's hebben heel veel lekkere sushi. Oh my god, het ziet er heel goed uit. We hebben heerlijk gegeten. Het is nu tijd om de hele nacht, totdat we echt heel moe zijn, te gaan gamen. Ben je er klaar voor? Ja, heel veel zin in. Het is tijd voor de grijpmachines. Leuk! Als je die roze wint, dan wil ik hem van Paco. De unicorn gaat een unicorn vangen. Ja, pak hem! Oeh! Jammer! We kunnen heel vaak. Ik ga het ook proberen. Ik ga het met Pikachu proberen. Jongens, het is tijd voor een screenshot moment. Zometeen ga ik aftellen. En als ik bij 0 ben, maken jullie een screenshot dat Dionne en ik samen hier in de game state staan. Ondertussen is Dionne nog iets te druk, maar goed. Tag mij op Instagram in deze screenshot, zo weet ik dat jij deze video hebt gekeken en dat je het een toffe video hopelijk vond. 3, 2, 1. Yes! Oké, dan is het nu tijd om Pikachu te vallen. Oh, oh nee, hij gaat al. Ik wil nog. Oh, dat is niet zo heel slecht eigenlijk. Jammer. Heb je hem? Oh nee! Heb je hem echt? Oh my god! Dit ben je niet. Ik ben zo jaloers. Hij is zo leuk. Ik ben zo jaloers. Niet nog wel. Ik ben er ook één. Ja! 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 Oh my god! Ik ben zo blij hierbij. Hey! Yeah! Hoe leuk! Paco, deze is voor jou. Oeh! Ja! 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 Ik heb hem! Oh! Woehoe! Ik heb er weer een, jongens. Ik heb hem!
We hebben er weer één. Alsjeblieft. Nee. Oké, dan mag je daarbij. Daar gaan we hoor, daar gaan we. Jongens, ik kan jullie vertellen, we hebben al aardig wat tickets gewonnen. En ik dacht, ik ga even met jullie kijken de prijzen die we kunnen winnen met deze tickets. Beats, koptelefoons, Apple producten, Polaroid camera's, heel veel lekker snoep. Nog meer spelletjes, zelfs een iPad, jongens. Super Mario hoort er natuurlijk thuis bij Super Mario. Heel toepasselijk in deze outfit. Oh, ik ben nu al laatste. Wat lekker dit. Ja hoor. Zoals jullie misschien een beetje kunnen zien, is het buiten al heel erg donker. Dat komt omdat het al 4 over 12 is, jongens. Wij zijn al heel de middag en avond aan het gamen. Misschien zien jullie het al aan mijn ogen. Ik begin best wel heel erg moe te worden. Ik word langzaamaan steeds drukker in mijn hoofd van alle geluiden hier. Hoe laat is het? 1 uur volgens mij nu. Ja, zoiets. Het is 1 uur in de nacht. En wij gaan onze tanden poetsen, want we gaan zo slapen. We zijn best wel moe geworden. De laatste dag is 20 jaar ingegaan. Oh, je wordt 30 morgen. Ik ben benieuwd hoe het voelt als ik 30 ben. Op andere dag zak ik uit. Ja. Ik had alles hangen en zakken. Ben, je hebt niet lekker gaan slapen met dit. Ik ben zo ontzettend moe op dit moment. Ik ga gewoon slapen hier midden in de gamehall. Al die stemmen, al die muziekjes, al die lichtjes. Met dit naast mij. Echt super eng. Daar gaan we, Dion. Jij in jouw bedje. En ik in mijn grote bed. Ik lig, jongens. Ik ben echt zo enorm moe. Even serieus, ik ga dit echt niet trekken vanavond. Ik kan echt niet slapen met dit allemaal aan. We gaan nu een uitknop zoeken. Ik word hier echt gek van. Ik ga gewoon even in de kantine kijken. Ik zag heel veel knopjes. Er zal er vast eentje bij zitten. Wat is dat aan de zijkant? Automaten. Zal ik het doen? Ja, oké. Okay. Gebeurt. Daar gaan we. 3, 2, 1. Wat gebeurt er? Het is stil! Echt? Oh my god! Vind je een beetje zo'n eng horrormeisje als je hier zo tussen al die apparaten loopt zo uit met een knuffelbeer? Het is echt heel eng. En toen was het alweer 2 uur in de nacht. Ik ga nu echt slapen, jongens. Welterusten. Welterusten, tot morgen. Morgen, jongens. Wij zijn ons rot geschrokken. Er loopt hier iemand. Ik ben werkelijk aan het trillen. Jullie geloven dit nooit. Maar er stond opeens een monteur hier binnen. 8:30 in de ochtend. Hallo! Hoi. Daar gaat hij. Gaat hij. Gebonk, tok, tik, tok, tok. Met een apparaat achter ons. Ik dacht echt, oh mijn god, er is ingebroken terwijl wij hier zijn. Ik schrok me zo kapot. En toen kwam hij om het hoekje. Ik ben zelfs vergeten te veel, hoor, ik zo in shock was. Maar goedemorgen. Heb je geslapen? Ja. Ja, echt? Een paar uurtjes, 4 uurtjes of zo. Ik denk ook zo 3-4 uurtjes. Nou ja, even wakker worden. Dan gaan we zo gamen. Ik heb eventjes een super luxe ontbijtje gemaakt. Een broodje met vlokken, een broodje met jam en een banaantje voor de vitamintjes. Kijk eens, ik heb een ontbijtje voor je gemaakt. Alsjeblieft. Het is een vorm van een smiley als je hem omdraait. Oh. Dat verzin ik ook ter plekke, hoor. We gaan alle machines weer aanzetten. We hebben nog maar een klein ochtendje hier. En ik dacht, dat moeten we eventjes op een goede manier vol gaan maken, toch? Dit zijn trouwens tot nu toe onze bonnetjes, jongens, die we allemaal hebben gewonnen. Kijk eens wat een bizar hoge stapel dit al is. Tijd om onze bedden vast een beetje op te gaan ruimen, want het loopt ondertussen alweer tegen lunchtijd. Dat betekent dat we bijna de 24 uur rond zijn. Onze spullen staan hier weer allemaal netjes ingepakt. Het is alweer bijna lunchtijd, dus dat betekent dat wij hier zo meteen 24 uur in de gamehall hebben gezeten. En hoe voel jij je na 24 uur? Brak, overprikkeld, maar wel voldaan. Die zonnebril is nodig, zeker. Ja. Ik denk dat we dit nooit meer gaan meemaken. Ik neem eventjes op een emotionele manier afscheid. Dag huis. Dionne, ik wil je echt enorm bedanken voor de gezelligheid. Nee, ik heb nog nooit zo'n hectische, bizarre, grappige en toch ergens enge nacht gehad. En vooral de ochtend. Ik ben echt kapot geschrokken. Echt, hè? Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Dionne? Doe dat dan ook zeker even als je meer van Dionne wilt zien. En ben je nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan ook even, want ik ben er volgende week weer om 7 uur in de avond met een splinter nieuwe video. En ik heb nog nooit zo moe een outro opgenomen. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie gewoon volgende week weer. Au, doei!